Ik ben gewoon maar niet veel bekend. Ja, dat moet je niet hebben. Hallo. Ik heb een lekker. Koffie. Even slaan. Mooi, mooi. Ja, dat zie je. Ja, dat is ik ben wel weer toe aan een pauzemomentje en voor mij is het bijna etenstijd. En dat komt goed uit, want hier op het Kees Michielseplein, midden in de Veluwe, staat een heerlijke viskraam. Dat lijkt me een leuk pauzemoment. Zo, hey. Goedemiddag. Hey. Ik heb een pauzemoment en u bent? Ik ben William van de Groep. Goeiedag. Goeiedag. U heeft hier een prachtige viskraam, hè? Ja, dankjewel. Zeker weten. Ja. Wanneer staat u hier altijd? Ik zeg elke vrijdag van 2 tot 6 sta ik hier op deze mooie plek. Aha, midden in de Veluwe. Ja, beter kunt u het niet hebben, volgens mij, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Wat vindt u van de mensen hier in deze wijk? Ja, de mensen zijn heel gemoedelijk, heel fijn. Altijd wel gezellig hier, zeker. Leuk, ja. Ja. Zeker. Komt u al lang hier? Als bedrijf al 30 jaar. Zegt u nu echt 30 jaar? Ja, 30 jaar. Ja, 30 jaar. Zeker weten. U bent begonnen als kleuter hier in deze viskraam of zo? Nee, ik niet. Ik niet. Nee, het is van mijn schoonmoeder is het. En mijn zwager. En mijn schoonmoeder is het bedrijf gestart met haar man destijds. En, zodoende. Aha. Staan we hier al zo lang. Ook al zo lang in de Veluwe dan? Nee, in de Veluwe staan we hier net 2 jaar. Want we stonden voorheen in het centrum. Alleen dan moesten we weg. Toen zijn we hierheen verhuisd. Want dat leek ons de beste plek. Dus aan het begin was het heel moeilijk. En heel slecht hier al. Maar later werd het beter. Dus nu is het gewoon prima. Ja. Dus ze hebben jullie wel weten te vinden hier? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Want anders stonden we er niet meer. Toch? Nou, het pauzemomentje voor mij, maar ja, wat verkopen jullie zoal? Ja, kibbeling, gebakken vis en haring. Nou, we hebben ook verse vissoorten, kabeljauw, zalm, ja, noem maar op. Een heel breed assortiment. Ja. Maar de hardlopers? Zijn doodlopers. Nee. Nee, de hardlopers is altijd kibbeling, gebakken vis, haring. Er zijn een makreeltje of paling, dat loopt altijd wel lekker. Ja, ja zeker. En heb je hier nu ook echt vaste klanten die elke keer weer terugkomen? Ja, zeker. Merendeels. Merendeels is vaste klant. Ja, absoluut. Ja, zeker. Die komen altijd wel heel trouw terug. Dus het is altijd mooi meegenomen als je er nog meer krijgt. Voor een pauzemomentje bijvoorbeeld. Ja, ja, waarom? Dat is altijd fijn. En komen de mensen dan echt alleen puur voor een visje of komen ze ook even een praatje maken? Nou, de een die komt een praatje maken, maar de meesten komen toch echt wel om een visje te halen. Ja, het is een beetje een staanplaats en dan zoeken ze gewoon, gewoon voor een vis komen ze dan. Ja. En gaan de mensen het hier opeten, hier op het plein of daar lekker op een bankje? Of is het grotendeels dat mensen het mee naar huis nemen? Ja. Eerder had ik hier altijd bankjes staan en staantafels. Dan konden ze gewoon gezellig zitten aan een staantafel staan. Alleen ja, net als met corona mocht ik geen staantafels meer neerzetten. Dus op het moment is het alleen meenemen. Dus helaas. Maar normaal gesproken dan kan je hier gewoon lekker een beetje hangen en een haringje happen. Ja, zeker weten. Want dan heb ik gewoon een mooi tafeltje staan. Staantafel, bankjes, kun je lekker zitten, kun je lekker eten, je ding doen. Gezellig. Zeker, ja. Ja. En komt u nu zelf elke week terug of zijn er hier altijd wisselende mensen die hier de visjes aan het bakken zijn? Nee, ik sta hier elke week. Zeker weten. Ja, ja, ik sta hier elke vrijdag gewoon met deze wagen, dezelfde mensen. Ja, ik sowieso, maar er kan wel eens iemand anders meekomen. Het ligt eraan net, of ziekte, of daarom. Maar voor de rest staan wij er altijd zelf. Ja. Dus de komende jaren blijf je hier nog komen? Ik hoop het wel. Als het gaat zoals het nu gaat, dan blijven we gewoon komen. Zeker weten. Goed. Zeker weten. Nou, voor mijn pauzemomentje ja, brengen wij altijd onze bekers mee. Dus ik zou zeggen, nou ja, wat past erin? Mosselen? Kibbeling? Ja.
Wat je maar wilt, we vouwen het er wel in. Dat komt goed. Yeah, heel flexibel ook nog. Nou Piet, wij gaan eens genieten van een heerlijk stukje vis. Gewoon uit onze bekers. Dankjewel voor dit pauzemomentje. Helemaal goed.